Een sterkere eerste lijn dus, in belang van onze patiënt, met een belangrijke plaats voor de apotheker. Mijn naam is David Vergucht en ik ben als apotheker lid van de zorgraad van de eerste lijnzone Schelde en Leie. Dat is een van de 60 eerste lijnzones in Vlaanderen en die strekt zich uit over verschillende gemeenten. Het doel van zo'n eerste lijnzone is vooral om ervoor te zorgen dat zorgverleners en lokale besturen beter met elkaar kunnen samenwerken. Dus niet alleen samenwerking als zorgverleners, maar ook samenwerking met welzijn. Die mensen zijn allemaal vertegenwoordigd in de zorgraad en het is de zorgraad die elke eerste lijnzone aanstuurt en er dus moet voor zorgen dat de samenwerking in de praktijk effectief ook beter wordt. Dat kan door stimuleren van kringwerking, als die er nog niet is, stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, maar ook door het ondersteunen van het geïntegreerde breed onthaal in het welzijn en het onderhouden van de sociale kaart, waardoor we beter kunnen weten naar wie we kunnen doorverwijzen. We zijn al een hele tijd bezig met die oprichting van die eerste lijnzones en de zorgraden, maar straks is het ze zover. Op 1 juli zijn de zorgraden eindelijk officieel erkend en kan het grote werk officieel van start gaan. Apothekers zijn een belangrijk en zelfs verplicht lid van deze zorgraad. In de praktijk kunnen we lokaal zorgen voor een betere samenwerking door bijvoorbeeld het organiseren van projecten of het deelnemen aan werkgroepen. Gemeente op schema is een voorbeeld, maar we nemen ook deel aan werkgroepen over valpreventie, transmurale zorg, dementie en zo verder. En op die manier zorgen we er eigenlijk ook voor dat de apotheker in het hele verhaal zeker niet vergeten raakt. Een sterkere eerste lijn dus, in belang van onze patiënt, met een belangrijke plaats voor de apotheker.